Suriname heeft gisteren 11 februari een partij AstraZeneca-vaccin ontvangen. Het gaat om een partij die op basis van goed partnerschap door het eiland Barbados is geschonken aan Suriname. Tijdens de COVID-19-persconferentie van afgelopen woensdag zei minister Amarabandin van Volksgezondheid dat Suriname een partij van 1000 doses zou verwelkomen. U hebt gezien waarschijnlijk de ontwikkeling dat het Caribisch gebied, met name Barbados, een ontvangst heeft gehad van een partij dosis COVID Shield uit India. En Barbados heeft in het kader van partnerschap in het Caribisch gebied een aantal bevriende landen bedacht om uit hun gezonde dosis, ontvangen dosis en ontvangen partij enkele landen te bedenken met een vaccin aantal. En we hebben net bericht gehad dat ook Suriname morgen een partij van 1000 doses vaccin voor het COVID-19 vaccin dus mag ontvangen. Ook aan Guyana en andere bevriende naties is er inderdaad gedoneerd. En wij zijn heel blij, omdat 1000 van COVID Shield betekent, COVID Shield is AstraZeneca, betekent dat wij daarmee 500 personen alvast kunnen beginnen te vaccineren. Minister Amarabandin van Volksgezondheid afgelopen woensdag over een hoeveelheid van 1000 doses van het AstraZeneca-vaccin. Deze partij is gisteren aangekomen in Suriname en is een geste van Barbados. Hiermee kunnen alvast 500 personen worden gevaccineerd. Echter zal de vaccinatie pas plaatsvinden wanneer de WHO daar toestemming voor geeft.